En een 62-jarige fietser uit Herten is in de nacht van zaterdag op zondag zwaar gewond geraakt in Leerop. De man was onderweg op een fiets richting zijn woonplaats Herten en raakte in een bloemenbak op de weg. Nadat de man zeer ongelukkig terecht was gekomen, werd hij ontdekt door een toevallig passerende taxichauffeur. Hij waarschuwde de hulpdiensten terwijl zijn passagier eerst de hulp verleende aan het slachtoffer. Al snel was duidelijk dat hij er niet goed aan toe was. Terwijl de politie en ambulance arriveerden, was ook een traumahelikopter opgeroepen. Hij zou niet veel later landen. Het slachtoffer is onder begeleiding van de traumaarts in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is verder niks bekend. De bloemenbek die op de weg stond in Leerop zijn verkeersremmende maatregelen. Die zijn met de koplampen van een auto 's nachts goed te zien, maar fietsers hebben natuurlijk niet zo'n goeie verlichting. Het is dus wel te begrijpen dat de fietser de bak mogelijk niet gezien heeft. De verlichting van de bek is niet op alle plaatsen even goed. Al eerder zou Emus op een fiets ten val zijn gekomen die de bloemenbek niet had gezien. Het is niet bekend of de gemeente Roerdalen de situatie nog eens opnieuw gaat bekijken en of er mogelijk aanpassingen nodig zijn. In het dorp Leerop mocht maar 30 km per uur gereden worden. En de bek zorgen ervoor dat de auto's in elk geval niet in volle vaart door het dorp kunnen chasen. Maar de bek mogen natuurlijk niet voor gevaar zorgen. En het lijkt erop dat het afgelopen weekend wel het geval is geweest.